Anaïs heeft mijn neef jaren en is ook nog vrijgezel. Veel te veel. Veel te veel. Aanschuiven. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik pak vandaag even de camera over van ons Loepke, want die ligt nog een beetje in bed te snurken. Morgen op zaterdag, hè. We zijn gisteren op stap geweest, maar ik ben al vroeg, het is middag, op. Omdat ik heb afgesproken met een paar kameraden voor, iets heel belangrijk, een Beamer meeting. En als jullie naar de vorige vlogs van ons gekeken hebben, dan weten jullie wat een Beamer is. En ja, heel toevallig heb ik met twee goede kameraden afgesproken die gewoon een vies goede smaak in auto's hebben en zo is dat nu eenmaal. Ik zit nu in de auto, ik ga vertrekken, want we hebben afgesproken om eerst even een koffietje te gaan drinken. Gaan we een beetje chillen gewoon eigenlijk. We gaan wel zien wat we vandaag gaan doen. Als het lukt gaan we een paar mooie beeldjes maken. Het is redelijk goed weer buiten, maar eerst koffietje en auto wassen. Aanschuiven. Ja, het is druk, hè. Alright, we staan dus aan te schuiven in de carwash, maar het is druk op zaterdag blijkbaar. Het zal even zwart worden. Ondertussen, ik wil vandaag een soort van car tour doen. Laten zien wat ik al allemaal in mijn auto heb gedaan, want het zijn al redelijk wat dingetjes. Dus een goede samenvattingske van wat er al gebeurd is. Ondertussen dat we hier staan te wachten, zal ik het interieur even doen. Hier is heel weinig gebeurd. Ik heb echt puur gewoon de basics, zal ik zeggen, nodig. Heel belangrijk en handig is een gsm-houder. Vind ik super tof. Met een magneetje zit achter mijn hoesje en die kan ik gewoon hier ophangen. Deze steekt nu wel vrij fel uit, vind ik. Maar die steekt zo in de cd-speler. Maar hier kan ik dus gewoon, hoppa, gsm ophangen. Ideaal. Heb ik ook altijd in mijn auto gehad, is een Coyote. Die een soort van verklikker voor files, flitsers, drukte, allerlei dingen. Want ik vind ik heel handig en gebruik ik ook heel goed. Soms gebruik ik ook Waze ofzo. Ja, ik heb ook al de app van Coyote gebruikt, maar ik vind de toestelletjes nog altijd het beste. Ik heb nu de Coyote Mini hangen en is ideaal qua grootte, past perfect tussen mijn dashboard en mijn scherm. Voor de rest is het daar eigenlijk wel een beetje. Het is dry. En yours, also dry. Oké, auto's zijn klaar, gewassen. Ondertussen hebben we ons verplaatst naar een parkingske en de zon schijnt in mijn ogen. Maar we mogen niet klagen, de zon schijnt nog eens. Ondertussen is Pieter zijn truck meegepakt. Ik weet niet als je deze ziet. Ja, daar ligt hij. Pieter is aan het bedienen. Liever 100 meter hoog, zoiets. Oh ja. Maar dat is een kleintje, hè? Dat is maar een kleintje, hè? Maar die is wel nice. En met nu, met de gsm ziet je het beeld. Ja. Maar ik ga hier komen staan. Komen staan, joh. Ja, omhoog. Vet. Maar dat zie ik. Oh ja. Oh. Ik zie die al niet meer. 50 meter hoog. We gaan iets proberen. Pieter heeft zijn drone uitgehaald, daar vliegt hem. En die gaat mij rijdend proberen te volgen. Wel heel vette beelden. We gaan de shot eens langs voor proberen. Drone vliegt daar weer ergens voor me, ik zie hem nu niet duidelijk. Pieter en Laurens staan daar. Als het gelukt is, en ik hoop en denk van wel, dan ga ik nu de beelden van Pieter erin zetten.
Mystic Beats. Mystic Beats. Oké, de jongens achter mij zijn nog een paar drone shots bezig. We zijn nu met Laurens zijn auto aan het filmen. Ondertussen ga ik, zoals beloofd, mijn kartour doen aan de buitenkant. Even laten zien wat er al allemaal is aangepast aan de auto. Want ik heb hem volledig stok gekocht. Ik ben hem gaan halen in Duitsland. Ik heb hem gevonden via een Duitse tweedehands verkoopwebsite. En ik denk dat hij noemt mobile of mobiel.de. Heb ik hem opgevonden. Ik heb wel een maand of twee maanden echt zitten rondzoeken op allerlei tweedehands sites om de juiste auto te vinden. Maar het moest voor mij een M235 of M240 zijn en hij moest in pastoreel blauw zijn. Dus na lang zoeken hebben we hem gevonden. Nu de auto was, zoals ik zei, volledig stok. Er was helemaal niks aan gedaan qua uiterlijk, qua binnenkant. Dus dat gaf voor mij wel heel veel vrijheid om nog zo mijn eigen ding eraan te doen. Ik ga nu eens even showen wat er allemaal juist aan gebeurd is. Ik begin aan de achterkant. Het is een M235, bouwjaar 2014. En standaard zit er 326 pk in. Qua performance heb ik nog niks aangepast. Maar wel qua uiterlijk. Het eerste stuk wat ik pas deze week heb opgezet. En als je mijn Instagram of mijn vorige vlog hebt gezien, dan gaat je weten dat deze diffuser er is opgezet. Dit is een M-Performance diffuser. En deze streepjes geven zo iets meer de race look, zal ik zeggen. De vorige was vrij plat, mat. Dan deze zijn chrome uitlaattipjes van 3,5 inch. De vorige waren veel kleiner, die kwamen maar tot de binnenkant zoiets. En die waren vrij tof, donker, dus die zag je niet echt zo goed. Deze ziet je echt wel een stuk beter. De velgen zijn aangepast. Ik had eerst stok M-velgen opliggen, maar die hou ik voor de zomer. Die gaan er dus rond april op. Deze waren oorspronkelijk ook gewoon zilver, maar ik heb ze zwart laten spuiten. De andere zomervelgen zijn wel zilver, dus dat gaat wel een heel andere look geven. Dan aan de voorkant, eigenlijk mijn allereerste aanpassing die ik gedaan heb, is de zwarte grill erop gezet om direct sportievere look te geven. En dan deze week heb ik ook die frontlip erop gezet. Dus dat is het onderste stuk, heel plastiek, van daar helemaal door tot daar. En geeft hem een iets lagere look. Ten slotte voor de buitenkant heb ik hier andere spiegelkappen opgezet. Het zijn carbon spiegelkappen met de M-tip eraan. De vorige waren zilver, dus dat paste niet echt in het geheel met de zwarte rest. Dan aan de binnenkant, of eigenlijk qua performance of zo, heb ik niks aangepast aan de auto. Die heeft op zich al 326 pk, wat al mooi is. Ik wil eerst een beetje de auto zo wat leren kennen en ermee fatsoenlijk kunnen omgaan. En dan, wie weet, ik vind het op zich nog iets te duur om er een performance aanpassing in te doen, om die te chippen of weet ik veel, module erop te zetten. Dus momenteel is dat even goed zo. Maar ik heb wel, om het geluid te verbeteren van de uitlaat, heb ik wel een downpipe laten op maat maken en erop gestoken. Dus ik heb nu spijtig genoeg geen geluidje van hoe het ervoor was, geen voor. Maar ik heb wel, ik kan natuurlijk wel het horen dat het nu klinkt. Dat is eigenlijk wel een stuk luider en een stuk meer pops en banks, zodat er een klein beetje op zit. Veel aangenamer om naar te luisteren. Het is koud, man. Laurens, hebben jullie vorige week al gezien in de vlog, welke was dat? Wat zijn we gaan doen toen? Ah ja, toen we de onderdelen zijn gedaan, de frontlip en de diffuser. Laurens weet zelf, met een 1-reeks
Vertel me eens, jongen, wat heb je aan uw reeks al gedaan? Veel te veel. Veel te veel, maar dat blijft komen, hè. Dat is te, dat is vervelend. Al een paar episodes duur. Ja. Met de damper weg. Ander velgen voor de zomer. Carbon fuel, carbon tag spoiler. Ah ja, hier. Hier is de spoiler veranderd. Die is bij je opgezet. Normaal was er niks, hè? Normaal was er niks. Dat is wel nice. Uw uitlaatjes. Een stuk. Van enkel naar het dobbelsport uitstuk. Volledig teruggepolierd. Twee lagen. En de velgen. OZ-velgen. Ultra Leggera. 19 in plaats van 18. Wat heeft die stok qua pk? Stok 136. Nu stage 1 plus met downpipe. Rond de 235 pk op de bank. Alright. Alright. Dan is er nog één ding wat we moeten zien. Hè. Allee, horen. Dat is het geluid. Hè. Het verschil met de downpipe gaan we eens checken. Ja. We zijn die voorkant vergeten. Voorkant, ja. Yes. Standaard. Hetzelfde, hè, zwarte grill. Zwarte nieren. En dan nog een lip van Maxon Design. Dat is geen origineel, maar nog altijd wel gaat. Last but not least, de 24D van Pieter is stock, hoeveel? 190 pk? 90 pk. 2 liter diesel. Yup, de enige diesel van de drie. Die moet dat er ook zijn. Uitlaatjes veranderd. Ja. In zwart. Zwart-groen. Ja, veel beter. Veel beter. Velgen, plastidupt. Zelf plastidupt, ja. Dat is wel een vet resultaatje. De luchthappers. De luchthappers hier ook zwart gespoten. En de chromelijsten moeten ook nog zwart. Nierkes, of course. Zoals bij iedereen. De bimmermeeting met de jongens zit erop. Nu naar huis, naar mijn schatje, want we hebben familiefeest van de familie van Balisa. Lekker eten, ik heb honger al. Hallo iedereen! Ik heb jullie vandaag nog niet. Doe maar hoor. Just blow your hair. Ik heb jullie vandaag nog niet gezien in de vlog. Het is 4:30. Sam heeft jullie meegenomen op zijn carwash dag. Carwash dagje, ik weet niet. Beamer date dagje of bimmer noemen ze dat. En ik ben heel de tijd thuis geweest. Ik heb geëdit, tv gekeken. Dat is het eigenlijk. Ik heb mijn nadoek klaar gemaakt. Ik heb gewoon weer zo'n. Hier is een staart. En de rest van mijn haren er zo wat uitgedaan. Want ik had geen goesting om mijn haren weer te doen, zoals vaak. Ik ben redelijk lui als het op haar aankomt. Dus. En ik heb basic make-up gewoon gedaan, ook niet te veel, tralala. En dit is mijn outfit, het rode Valentine's blouseje van Totally Too. En dan heb ik een zwarte skinny aan van de Bershka, zoals eigenlijk altijd. Ik heb denk ik 4 van deze zwarte skinnies van de Bershka. Voor ik het vergeet, ga ik Sheldon filmen. Want er was één vlog zonder Sheldon. Niet expres of zo. Ik weet niet, we zijn gewoon vergeten om die te filmen. En iedereen vroeg achter Sheldon. Dus, Shelly. Hallo. Hallo. Schmellieke. How you doing? How you doing, my babeke? Huh? Zijn je aan het slapen? Chill dagje vandaag, zegt. Yes, mommy, I'm just chilling. Wat ga je er ook in, vrienden? Melk? En, oei, mufke, hey. Zo dicht. Zijn toch zo cute, hè? Shellyke, oeh, heb je mijn likes geven? Oeh, yes. Yes. Beetje wassen, zegt. Beetje wassen, ja.
En we zijn vertrokken. Was dit echt leuk? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Had a good time. Yes. With Phoebe en Lolo. Lolo. Heb je Laurens nog eens gefilmd? Voor de vlog? Ja. Want, ja, echt? Of ja, natuurlijk. Ja, want er waren er best wel wat meisjes die Laurens graag in de vlog wouden zien. Ja, Laurens is wel echt een goede jongen. Mm-hmm. Allee, ik ken die nog niet zo lang, maar wat ik van Sam allemaal heb gehoord, is dat echt wel ook echt een goede jongen. Zo'n beetje Sammeke. We zullen eerst controle doen, hè. Ja? Ja, wij twee. Over? Moest er iemand nieuw komen, zo. Ah ja. Meld u eerst aan bij ons. Stuur een mailtje naar talisamtv@gmail.com als je graag in contact wilt komen met Laurens. Foto, leeftijd, en we will hit you up, hè. Ja. Maandelijks inkomen. Maandelijks inkomen? Wat? Als jullie meer over Laurens willen weten, zet het in de comments. Dan kunnen we eens een Ask Laurens video doen. Ik denk wel dat hem dat oké zou vinden. Ja. Denk je niet? Ik weet het niet. Ja. En Laurens? Ja, ja. Laurens kijkt naar de video's dus. We zijn op het familiefeest. Sam is aan het funeral. Hier is Annie, Annie Schwager. En Jarne, dat is mijn neef. Jarne is, aangezien dat we het toch over vrijgezellen en zo aan het. Zijn je nog vrijgezellen? Nee, ah, oké, ik ga niks zeggen dan. Mag altijd. Ja? Ah, ja, we waren daar straks. We waren Laurens aan het koppelen aan iemand. Dus als iemand. Waren we aan het koppelen? Ja, niet aan het koppelen, maar mijn neef Jarne is ook nog vrijgezel. Dus hit me up, hit us up op talisamtv@gmail.be. .com. En we regelen wel eens. Hè. Als iemand graag in onze familie wil komen, waar zit al de rest van de familie? Wij zitten weer bij de kinderen. Maar de grote kinderen. Ja, nee. En trouwens, Anaïs heeft nieuws voor jullie, hè? Ja, Anaïs. Kom aan, Anaïs. Oh jong. Papa vermoord u. Ja. En Sam vermoord u. Nee, maar dus Anaïs heeft een kat. Een lief. Anaïs heeft een lief, hè? Dat kan niet. Jawel. Wij weten het al even, natuurlijk. En mama en papa hebben hem ook al gezien. Wij nog niet. Wanneer neemt u die eens mee naar ons, hè? Wij willen die ook zien. Ik maar, zie u amper. Ja, dat is wel. Ik heb Anaïs echt 2 weken niet gezien. Maar. Jij bent op kop, hè? En een duur ja. Bent jij altijd bij u lief? Ja, de hele tijd niet. Maar je werd geboren niet net, hè? En dus niet. Kom maar. Thuis. Gewoon thuis. Ja, gewoon thuis. Was ik vorige week zondag. Gewoon thuis. Okay, ja, we kunnen Anaïs heeft dus een lief, hè. Anaïs heeft een lief. Vente, heb jij ook een lief? Chicken. Waarom zit dat chicken? Nee. Twee likes op de foto. Deze. Ja. Thank you.
Shelly, gaan we in de zetel? Ja, zeteltje? Zetel? Kom. Kom. Kom hier. Kom hier. Shelly, kom. Kom. Kom hier. Kom maar. Hey. Ja, hier heb je op gewacht, hè. Hier heb je op gewacht, hè. Ja. Ja. Plaatsje zoeken. Ja, plaatsje zoeken. Ja, ja. Zo hoog mogelijk, ja. Zeg eens hallo. Hallo. Hallo, it's me, Shelly. Wij gaan slapen, dus we gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En laten we proberen deze vlog naar 100 thumbs ups te krijgen. Zeker. Zeker, kom aan. Hè. Do your best, hè. Mm-hmm. En als we 7000 abonnees halen trouwens, dan gaan we nog een grote giveaway doen. Ja. Nu gaan we slapen. Slaap wel iedereen en tot morgen.